Misschien inderdaad wel een glijbaan. Kan hier best. Ja. Zou leuk zijn, hè? Gewoon, Ja, je hebt geen doorgaan. Of, ja, heb je hier iets van wat er ooit door moet verder? Ja, heel soms, maar dan nog. Dan kun je inklapbaar. Ja, want dat is. Je kan het zo neerklappen, dingen. Nee, niet Neerklapstijgen. Ja, dat je hem op kan hijsen of op kan takelen of neer kan zetten in de zomer. Opklapstijgers. Geniaal. Die moet je patent opvragen, maar niet. Ja. Hebben we de glijbaan ook al op de moodboard of deze kaart gezet? Ja, ja. En wat ik zei net tegen Brenda, water trekt, hè? Mensen willen gewoon aan het water zitten. Ja, is, je kunt in het park, maar ik denk dat er meer mensen hier bij het water gaan zitten. Omdat het toch iets koeler. En koeler ook, inderdaad. De bomen staan hier gezellig, je zit aan het water, je kunt er even in plonzen. Ja. Ja, en het is ontspanning. Op een of andere manier is water natuurlijk ook een soort van rust. Ja. In de stad voel je dan opgesloten en hier niet. Dus dat is dan zo'n... En dat is ook een interessante, opgesloten. Dus, in het park heb je natuurlijk wel die bomen eromheen. Dat heeft, hier voelt het vrijer. En als het zo doorgaat, iets... En het voelt een beetje, dat is waarom het niet tegen te veel verplichtingen zou zijn. Het voelt een beetje ongedwongen en alsof je het stiekem doet. Ja, en dat geeft ook alweer een sjeur aan die niet te gewoon het moet echt lekker is. Het moet niet te netjes zijn. Nee, als niet het dan helemaal gecultiveerd is, dan... Nee, dat heb ik ook wel. Ja, dan krijg je weer zo'n kinderspeelplaats waar niemand komt. Nee, ja. Mooi. Ja, dat is mooi inderdaad. Dus dat eigenlijk dat mensen het zelf inrichten, dat heeft zo'n charme. Ja, en het is inderdaad een beetje op natuurlijke wijze inrichten, met natuurlijke materialen. We hebben hier hebben we inderdaad wat dingen. Opklappen.